Zondag waren een kleine 3000 leerlingen en leerkrachten van het stedelijk onderwijs zich aan de 10 miles. Om al deze moedige sporters extra te motiveren, kwamen vandaag de leerlingen van het Stedelijk Lyceum Topsport langs met nuttige tips. Ik zou zeggen aan de lopers van de 10 miles dat ze rustig beginnen, op hun eigen tempo. Genoeg drinken op voorhand en tijdens wanneer ze lopen. En goed ademen. Ik heb er juist al een paar kindjes zien lopen en het ging allemaal zeer goed. Ja. De training zorgde duidelijk voor een opkikker. Maar uiteindelijk moeten de leerlingen het zondag wel zelf doen. Gelukkig zien ze het wel zitten. Ja, zeker. Het lijkt me wel leuk om iets te doen. Ook zo die tunnels en zo, lijkt me echt wel iets plezant. Ja. Ik heb zelf niks gehoord omdat wij aan het tetteren waren. En omdat wij van achter stonden. Maar jullie zien het wel zitten, ook zonder de tips of niet? Ja, we gaan ervoor. Ja, want we hebben ook een paar tips gekregen van de turnleraar, dus dat gaat wel lukken. En welke tips hebben jullie dan gekregen? Bijvoorbeeld als jij een steek hebt, dat jij zo moet doen, je duim tussen, in je hand. En dan een beetje drukken en gewoon heel goed ademen.